that's inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's the universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Welkom op de Psycho TV Gaming Movie of Gameplay van Euro Truck Simulator 2. Hier live nog op FOM, de laatste dag. Dag nummer 3. Maar jammer genoeg geen livestream nu. Maar wel een gewone gameplay dat ik zelfs ook al ga opruimen om naar huis te gaan. Dan gaan we nog kijken als we nog één Valentijnsrit kunnen doen. Want dat eindigt ook, jammer genoeg, die dingen eindigt ook vandaag. We gaan eens even kijken naar de contracten. We gaan kijken als we kleine ritten kunnen doen, vallen Valentijn. Hier, ja. Kleine rit. Dus ik heb geprobeerd toch wat kleine ritjes te doen. Dan weet je dat. Wel eigenlijk een hele mooie screenshot. Een kilometer per zoal, dat gelukt nog, hè? Ja. Goed, dus niet in welk land dat ik nu zit. Laten we eens kijken. Ik denk nog altijd. Ja, in Europa. En ze zijn ook grappige filmpjes aan het vertonen op grootscherm. En wat heb je gedaan op de LAN party? Heel veel Euro Truck Simulator 2 gespeeld. Ik ben wel geamuseerd hier op de LAN. We zitten op de auto-snelweg. Denk ik toch? Probeer het toch zo van die kleine opdrachtjes te doen. Om misschien dan toch nog, want ik heb maar een uurtje nog. Toch wel een paar Valentine gifts nog af te leveren. Me.
Ja, als ik vrachtwagens zo omhoog gaan, dat kan altijd even sturen. Hoeveel ton ben ik eigenlijk aan het vervoeren? 23 ton weer al. Samen uit, samen thuis. Oei oei, ik moet hier al. Voilà, we zijn al van de auto's naar weg af. Oh ja, we moeten de boot nemen. Of iets. Oh, dat is hier al in. Ja, ik ben te ver. Even achteruit. Klein foutje. Maar ik heb niet gebotst. Ik heb nog niet gebotst. En ik rijd nu met een Scania. Kijk in welke lijn dat ik moet gaan inrijden, dat is deze lijn. We beginnen toch wel te kunnen hoor mensen. Hoppa! Dit is zo soepel dat ik al parkeer en al. Hoppa! 35 vertrekken, hoppa! Van de vorige foto ik het toch wel iets mooier van dat landschap. Maar deze foto vind ik ook wel mooi. Ja, ik ga langs die kant vanuit. De kikker staat nog aan. Het is helemaal draaien. En dan vertrekken. Hold time. Ik hoop dat jullie ook van het muziek aan het genieten zijn. Hier komt nooit geen verkeer door, dus daarom dat ik ook altijd hier opsta, gewoon erop rij. Nog 180 kilometer, dus dat is rap gereden. Vooral kijken hè, dat ik niet bots mensen. Of staat er één?
voordat ik een andere rit ga doen, ga ik altijd eerst mijn een rustmoment doen. En dan terug de volgende opdracht. Misschien dat ik ook nog eerst mee ga tanken. Een mooi brugje. En je moet denken om met deze kleine opdrachten kun je ook weer op plaatsen tegen waar je nog niet bent geweest. En daar ben ik wel blij om. Amai. Km nog. Mooi, mooi, mooi. Gaat goed vooruit. Mooi brugje weer al gehad. Allemaal een goede nacht daar in Engeland. Goede nacht, goede nacht, goede nacht. Alleen jammer dat er geen datum bij staat. Hè. De hoeveelste dat dan is. Dat vind ik nog wel het minpunt van Euro Truck Simulator, dat er geen datums bij staan. Ah. Amper. 110 km ben ik nog altijd aan voorbij en zeker 2 vrachtwagens. Waarom ook niet? Waarom ook niet? 3 vrachtwagens. 4 vrachtwagens. Waarom ook niet? 5 vrachtwagens. Waarom ook niet? Kom aan. En jump maar mee, lekker met de beat. Op de achtergrond. Maar je veel vrachtwagens zoals morgens vroeg al op de baan. 4 uur is morgens vroeg. Ik ben onder de 100 km al gedoken. Dat betekent dat ik ze biedt ook een nachtrustje ga. Dus eerst afleveren. Nachtrust ga opzoeken. Nee, eerst tanken. Dan nachtrust opzoeken. En dan nieuwe opdracht. Mini opdrachtjes. Dat ik het toch wel kan voltooien. Misschien nog deze uurtje. We gaan zien hoe ver dat we geraken. Ondanks toch de tegenslag zo gelijk wat zaterdag is gebeurd hier op FOM, is het eigenlijk nog een leuke editie toch nog geworden. Ik heb niks tegen FOM Crew. Je bent zo bezig. Ook met de deelnemers terug aan het lokken naar de LAN-party. Maar nu komt het, dames en heren. Schrijf u in op 666 LAN.
De link staat op mijn website www.cyclotv.be. Klik op de nieuwspostje van, zeg het, van 666-LAN. En dan komt dat wel allemaal in orde. En misschien, ik ben aan het proberen, misschien komt er nog wel iemand bekend langs. Ik ben aan het proberen. Lijkt misschien, amai, een helikopter. Een helikopter. Kennen jullie dit liedje? We zitten op de M27. Euro Truck Simulator, maar het probleem is Engeland. Graag gedaan. Dus ik wil even zeggen zo van Engeland is toch uit de Europese Unie gestapt, dus waarom nog ook in dat spel? Zo denk ik ook nog soms zo, ze lopen een klein beetje achter met de tijd. Maar ja, kom. Mijn headset proberen terug te gooien erop te zetten. Voilà, dat is gelukt. Ik heb 36 kilometer, dat is eigenlijk praktisch niks meer. Dan kan ik deze vrachtwagen dan nog proberen voorbij te steken. Ik ga mijn pinker al aanzetten. In te voegen. Voilà, dankjewel. Dan doe ik het altijd ook zo met de pinkers voor te bedanken. Zeg, Autocad, daar rijdt zelfs niemand op de middenvak. Waarom op de uiterste vak gaan rijden? Come on! Ah, oké, ik snap hem nu al. We gaan nu naar Southampton. Hier moet ik af. Ah nee, ik moet hier blijven. En ik zie de finishvlag al. Yeah. Dan ga ik een nachtrustje, de eerst tanken, dan nachtrustje opzoeken en dan nieuwe opdracht. Je gaat dat zelfs zien op mijn beeldscherm dat ik weer al een stad heb ontdekt. Binnen enkele ogenblikken zal dat gebeuren. Hoop ik toch. Ik ga ze aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En nu komt het op het scherm. Zit je? Is hier ook een tankstation? Ja, hier is ook een tankstation. Dan ga ik straks wel tanken, maar eerst de nachtrust op zoeken. Gaan we level omhoog? Nee. Doorgaan. Dan rijden. Dan moet dat weer even laten, denk ik. Nee, toch niet. Dan gaan we even de nachtrust opzoeken.
jawel, 242.000 euro. Bijna 43.000 euro. Ja, ik mag eindelijk door. Ah, dank u. Voilà. Maar ja, ik sta hier ook nog stil, hè, mensen, dus ik mag wel, hè. Oké. Ah ja, we hebben dus nu nachtrust opgezocht, dus we gaan dan wel eens onderweg gaan tanken. Dus we gaan 9 van de 14, dus opnieuw doorzoek de contracten. En dan gaan we dan weer naar de laatste pagina toe. Oei oei. Ah, hier. Dat was het maar een klein zusje. Oké. Hup, dan moet dat weer in de spel laden. Oké. Okay. Ik ben zelf geslagen om het schot te schieten. Iets van het kusje. Woe! En ik ben al achteruit aan het rijden. Naar de groene vlag toe, ja. De tijd begint echt te kort dat ik hier nog ben. Of vom. En daar ben ik wel blij om. Dat ik ook eens terug in mijn eigen bedje dan kan slapen. Aan het gaan. Dat staat wel redelijk ver hoor. Ja, het is groen. Come on, 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 come on. Ja, ik ben er nog door. What are you going to do? Okay, then. Ah, my man, gezondheid. Hoppa. Die houtsblokken, die deed pijn. Er wel bij, maar ja, maakt niet uit. Dan komen we in de trailer. T, dan 1 en dan go. We willen uitrijden, 231 kilometer, dus dat is ook weer al niet veel. We hebben weer al een opdracht dan vervuld. Up, op weg naar de straat toe. Dat de kilometerkens er weer al kunnen vanaf liggen. Voilà, we zitten al 230 kilometer, waarvan 31. Woehoe, 1 kilometer kan ook erin. En je moet nu wel de opdrachten zien te vinden die klein zijn. Want ik heb bijna geen tijd meer. Ik heb niet meer om op te nemen hier op Fragmatic.
Maar deze gameplay is wel na Freakonomatic wel online gekomen. Hier hebben we weer een scheppenbocht. Ik haat scheppenbochten, ik haat scheppenbochten. En die is dan zo nog in een heuvel liggen. Het ziet dus met kilometer per uur maar gaan. 40, oh my god, 35, 34, 33. 34, oké, okay, we gaan terug omhoog. We zijn op de berg geraakt, yes. En nu bergaf, joink. Mannekes, mannekes, mannekes. Zal ik nog een opdracht kunnen vervullen na deze? Ik weet het niet. Dat moet ik nog eens zien. Als ik in de grens van nog een kwartier hier te zijn, dan ga ik dat dus niet doen. En dat ik ook nu overal doorschroeft. En dan trekt mijn vrachtwagen weer al heel traag op. Ik zal eens horen welke muziek dat er aan het spelen is. Dat doe ik ook eens even graag als er niemand in de buurt is. Tuten! Dat was op mijn muziek, hè? Weer al 23 ton. Ja, altijd. Hè. 23 ton, 23 ton, 23 ton, 23 ton. Die al die Valentijnen gifts. Ja, ja, het is weer een mooi weer vandaag, hè, op Euro Truck Simulator. Oei, ik ben uit mijn rijvak gegaan. Maar wel niet tegen de vangrails. Hier mag ik wel eens uit mijn rijvak gaan, maar dat doe ik niet. Ja, ja, ik ben weer wel goed aan het werken. Goed aan het werk, Timmy. Goed aan het werk. Ik ben een chauffeur. Hey, 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 hey. Oh.
Weer een reeks spelletjes alweer al weg op mijn map. Dat is goed. The following gift is on the way. Nu moet ik dan toch nog even op de snelweg gaan, op de M-weg. Kan dus iemand dus mij eens vertellen wat die M betekent eigenlijk in Engeland? Want ik weet het niet. Laat het hier onderin aan in de reacties achter. Wat die M-weg betekent. Ik zit nu op de M4. Ja, richting M5. Come on, 110 kilometer nog, 109. Het zit op de M5 gaan we nu. Wat dat inhoudt, ik weet het niet. Ik weet het, maar je mocht er terug op gaan zitten als je wilt. Moet hier weer af, PK, dip. Dus mensen, jullie weten wat jullie moeten doen, hè? Dus wat betekent die M in Engeland op de snelwegen? We hebben, gelijk in Europa hebben we de E. Gelijk de E313, de E314, de E34, noem maar op. Maar wat betekent dat in Engeland? Want de E staat voor Europese weg. Nog 87 kilometer, oho. En mijn slaapbrief uit de slaapzaal is ook al weggenomen. Wat vind je van de brug? Mijn stijl. Ah, niet uw stijl. Maar we zitten wel hoog, precies. Oh, op de rijvak blijven. Allee, ik als achtbaan zijn nu. Truckerchauffeur, zou je dan ook bij mij nog instappen, ja of nee? Waarom niet? Dan kunnen we toch reizen? Nee, maar ik ben aan een vrachtwagen, ze zit niet. Ah, oké. Okay. Ze zit niet recht in een vrachtwagen, oké. Okay. Zit nu op de M4. De kilometers beginnen weer al te slanken. Dat is goed. Dan mag ik nog rijden. Nog 8 uur en een half. Oké. Ik moet hier wel bij Cardiff af. Dus ik moet eerder gaan proberen mijn snelheid te laten slanken. Allee, vrachtwagen. Ga uw snelheid toch ook niet naar omlaag laten gaan, hè? Dank u. Oh, ik zat er bijna tegen. Hier moet ik wel. Ja, mooi ingevoegd. Shoes op tijd. Oh, die was aan het remmen, die is aan het remmen, die is aan het remmen. En dan haal ik weer al minder snelheid neer. Ja. Mooi. Het is druk verkeer vandaag. Nog 46 kilometer. Blijf maar geen
Pak nog een paar uurtjes en dan zijn we thuis. Dan ga je dan ook nog eens uitlaaien. Oh, en dan ook alles boven zetten. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. Na fun komt soms ja, het niet-fun gedeelte. Het opruimen gedeelte. Kennen jullie het, mensen? Ja, moet ook gebeuren, hè. De niet leuke dingen in het leven. En schat, ik hou er toch zoveel van jou. Ik heb meer van u. Dat kan niet, want ik deed dat al. Dat zeggen we dus altijd, hè, mensen. Oh my god, waarom ga ik stilstaan op een heuvel? Nog 34 kilometerkes. Wow, heel mooi de bok. Hé jong, auto. Rijs op weer eigen rijvak. Oké, hier in de Eurotruck Simulator rijden ze ook soms... ja, oké. Ik wil die finish flag zien. Nog 27 kilometer. Wat een mooie omgeving. Ik ga zo eens even rijden. Kan ik van de omgeving ook genieten? 5. Nee, oeh, zo ja. Wauw. Niet maar van de omgeving. Dat is echt letterlijk en figuurlijk first person view. Die was aan het remmen. Waarom? Ik weet niet. Maar misschien dat hij hierin moest. Maar toch niet. En dames en heren, kijk eens op mijn GPS. Waar komt er tevoorschijn bij? F5 en de vergrootglas. Jawel, de rode vlag. Dat betekent de finishvlag. Ik ga die toch eens voorbij steken hoor. Ik heb mijn pinker aan hoor mensen. Ik heb... Dat is kunnen. Ja, kan. Mensen, even geduld. Ik ben mee aan het move. Ik ben mee aan het move. Ik ben een file aan het maken. Oh, ik word die vrachtwagen die voorbij te steken, maar het is al nog mislukt ook nog. Even in mijn... ja, mijn pikker staat nog aan. Mijn pikker terug uitgezet. Nee, niet deze view. Niet deze view. Deze view. Cardiff, daar zijn we ook nog niet geweest, in Cardiff. Cardiff ontdekt, dankjewel. Eurotruck Simulator, dat ik weer al een gedeelte mag ontdekken in uw spel. CFI 2 LAL. Laf van lol, LAL. Gezien op de nummerplaat. Ik ga proberen erachteraan te rijden dus. Oké. Okay. Maar ja, die moet toch stoppen, want het is rood. Zie, lal. Ik ga nu wat tekenen. Ja. Laat van lol, lal. Oké. Okay. Ook heel origineel. Ik mijn pinker terug aan. Even terug in mijn cabine kruipen. Van Scania. Gaat die doen? Gaat die hier ook af of niet? Nog altijd groen? Ja, ik heb groen. En hier afdraaien. Dan op de rotonde de eerste afslag nemen. Dus dan ga ik ook al mijn pinker al aanzetten dat ik de eerste afslag neem. En nu ligt het bedrijf aan de juiste kant. Gewoon optijden. Oei, klein beetje de stoep meegenomen. En voilà. Hoeveel XP-punten ga ik weer erbij krijgen? 240 maar. Ouch. Nog maar weinig. Ja, dat zijn als je wat kleine ritjes doet. Oei, oei, oei. Hoe laat is het? 10:56. Ik kan er nog één doen.
Dan eindig ik op 11 van de 14. Ouch. Want die evenementen, schattige, wat staat erbij? The event will be concluded on Sunday the 18th of February at 23:59. Dus dat betekent dat deze opdrachten van de evenement van, hoe zeg het, de Valentine Gifts eindigt deze nacht. Dus eigenlijk voor jullie de vorige nacht. Dat is kut. Dat ik er net niet ter aan geraak. Fuck. Wat dan? Oké, sorry als dat een scheldwoord is. Sorry. Oh, dat ga ik toch niet menen. Oh, dat is ook maar een kleine rit. Dat is goed. Is deze ook in een kleine rit? Ja, dat is ook in een kleine rit. Ja. Die Valentine Kids hebben exact altijd dezelfde gewicht dat ik meer rijd. En ook weer al een mooie afbeelding vind ik van de stad. Van Risha Latvia. Wie heeft deze gemaakt? Kon ik niet meer zien. Even kijken waar mijn. Waar staat mijn netje? Ah, die staat bij een andere firma. Klaar. Oké, dan moeten we tot bij de dingen. Waar is de uitgang? Huh? Ah, daar is de uitgang. Oeps, even terugdraaien. En dan draaien. Met mijn wiel. En hier komt nu niks af, dat is goed. Dus dat kan ik in één keer oversteken. Hier ga ik ook even go. Hupsa. Voordringen. En dan moet ik. Wacht eens even kijken, is het hier al? Ja, hier moet ik af. Daar staat mijn truck al. Het koppelen al, dat gaat dat bij mij al vrij vlug, vind ik. Dat is al een gewoonte geworden van mij. Hupsa, en ik heb hem al mee. En waar moeten we? Eens even kijken. Naar daar toe. Oké. Goed met de auto's, ja. Eentje, de politie. Daar zullen we echt niet tegen botsen. Hier moet ik rechtdoor. Oké, dan doen we dat zo, zo en zo. Voilà. Dan moet ik naar deze rijvak gaan. Het is rood licht. Nee, het is groen. Maak door. En dan opnieuw 247 kilometer doorrijden. Kom aan, groen. Groen. Yes. Dankjewel, spel. Daar staat nog wandelaars. Dat zie ik ook maar weinig in het spel. Wandelaars. Dan kan ik hier al niet doorrijden, hè. Doe me toch. Hier rijden ze echt maar traag. Het probleem is, ik heb een volle lijn, hè mensen. Volle lijn, dat betekent, of een dubbele volle lijn, dat betekent, we mogen niet voorbij steken. Verboden. Zoals we wat verkeersregels leren. Die bot betekent, hier vervallen alle verkeersregels wat met borden te maken hebben. Dus dan moet je terug de wegcode volgen. Dus ik mag hier dus voorbij steken. Dat ga ik proberen. Hopelijk komen er weer ook geen tegenliggers aan. Zijn echt aan het voorbij aan het steken. Dan ga ik hier terug invoegen. Voilà.
Want hier heb je terug die volle lijn. Dubbele volle lijn. Excuses. Dubbele volle lijn. En dan mag ik nog rijden. 6 uur, 7 uur gezeten. Ja, ik rond het naar bovenaf. En als deze rit gedaan is, mensen, dan beëindig ik ook hier de gameplay. En dan wordt het wel stukjes ervan tijd om op te ruimen en dan weer richting Limburg te laten vervoeren. Dankjewel, mijn partner Line Gaming Solutions. Als je echt een mini-PC of zo wilt hebben, dan moet je echt bij Line Gaming Solutions zijn. Dus ofwel zeggen van, stel mij een PC-kast in elkaar op die prijs, bijvoorbeeld. Dan zal hij dat ook op die prijs en de goede kwaliteit dingen er ook inzetten in uw PC-kast. Die zeggen van, ja, ik wil een PC-kast van 1 euro. Ja, dat gaat weer al niet, hè, mensen. Je moet altijd schatten rond 1000 euro, denk ik. Schiet me niet neer als ik fout ben, hè, mensen. Schiet me niet neer als ik fout ben. Dan nog even boodschap van algemene nut. Kom alsjeblieft naar 666LAN. Schrijf je in. De link staat op www.psychotv.be. Daar is een nieuwspostje over LAN 666. Klik daarop, daar staat een link in en schrijf u in en betaalt de ticket. Om de 20 verkochte tickets wordt er een rad gedraaid en die 20 mensen die dan een ticket hebben gekocht via mijn link, die kunnen nog eens een tweede ticket winnen. Voor ook nog zelf kunnen weg te geven. Dus doe dat. Dus schrijf u in via www.psychotv.be. Klik op het nieuwspostje 666LAN. En schrijf u in via die link wat daar staat. Dat is een Reval of Revial link of zoiets. Hier zie ik weer van. Oh nee, wij worden opgehouden door een tjoeke 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 train train. Dat hebben we hier nog heel weinig gehad. Oh, het is maar een kleine treintje. Hey. Die slagbomen waren nog niet helemaal stil en die vrachtwagen begon te rijden. Dat is een boete, hè. Dat is een boete. Oeh, nog een dubbele spoor. ...190 kilometer, dat is dus echt niks meer. Ja, want ik moet ook nog wat sorteren, dus dat ik het ook hier gemakkelijk... Dus zowel dat ik iets kan met mee rijden, dus ik heb een kaartje bij, als ik heb opgeruimd. En dan ga ik ook nog op mijn bureaustoel ga ik ook nog dingen leggen voor ook te kunnen vervoeren, want daar zitten wieltjes aan. Jee. Dat betekent dan ja, richting Line Gaming Solutions kunnen rijden. En daar intasten. En dan weer bij mijn thuis uittasten. Staan die er nu nog altijd? Ja, dan nog een G. Holy shit, man. 97, 98, 99, 100, 102, 103 kilometer per uur. En nu gaat dat terug omlaag, kijk maar. Hè. 102, 101, 100. En ik heb mijn knopje niet gelost. Hè. En dan weer net voor een bocht even voorbij steken. Jawel. Even invoegen. Oh. Die sperm aan het remmen. Mijn pinker terug uitzetten. Nu omlaag.
volle snelheid. Oh, ik ga een keer hier boven de 100. 34 of zo? Dus deze kant. Hier moet ik precies in, dus ik heb ook niet meer te snel rijden. Voilà, heel mooi. Ik kan in één keer indraaien, dat is goed. Oh nee, dat is gewoon een haarspeldbochten. Zo irritant. Want je verliest hier snelheid. 40. Blijf maar op 40 steken. Ah, we gaan terug omhoog. 44. En dan gaan we weer op bergop. Dan gaan we weer op verzwakken. 44, 43, 42, 41, 40. Dan moet ik nog onder de 40. Ja, 39. 38. 38 is nu momenteel het minimum. Oh, en dan zie ik nog in de vette nostrils een spelbocht. Nee. Dat is aan de bus. You. Altijd een goede dag zeggen, hè. Oh, mooie zonnebloemen. Ik ben hier echt af aan het remmen, hè, mensen. Op onze lig ik zelfs op mijn zij met die afdaling, met die haarspeldbocht. Oh, ik moet echt hier inhouden, hè. Oké, kom maar. Wat staat er hier? Voilà, 119 kilometer. Want het grootste gepruts wat saus gaat zijn, dat is... Oei, daar is iets gebeurd precies. En niet, dat is een vrachtwagen die andere vrachtwagens bij heeft. Zo is het. Is de landkabel zien te vinden in de juiste poot, dat je niet de verkeerde kabel uittrekt uit de switch, dat iemand anders er dan weer geen internet heeft. De laatste 101 kilometers van Marie en Samson. Dus. Ja, jammer genoeg kan ik het niet meer zeggen, hè, Samson en Gert. Ja, dat is al mijn tijd. Het is nu Marie en Samson geworden. Maar daar hoort ook wel de laatste tijd heel weinig nog van. Van Marie en Samson. Dat vind ik toch. Zo gelijk de leuke aflevering, zo gelijk Samson en Gert, die zijn er niet. En dat vind ik wel een klein beetje jammer. Even voorbij gaan steken. Maar hier zijn ze veel bruggen aan het bouwen. Gezondheid, gezondheid. Gezondheid. Als je drie keer in is, was dat geen scheepsrecht? Of zoiets? Ik weet het niet.
Weer in een veld met zonnebloemen. En een veld met hooi of zoiets. Of granen. Een van die twee. Oh, ik mag dat eigenlijk niet, hè. Met de vaksrijder zijn. Voilà. Nog 66 kilometer. En dan mag ik nog rijden. Nog 4 uur en zitten we ongeveer op de helft. Ah ja, ik heb ook nog gezegd van dat ik ook normaal gezien ging tanken, maar dat heb ik blijkbaar dus ook niet gedaan. Oeps. Maar maakt niet uit. Ik ga alles om. We moeten af bij... Niet bij Liverpool. Nog eentje verder. Ik moet af bij... Birmingham of zoiets. En ik denk dat ik daar zelfs ook nog niet ben geweest. Laatste 44 kilometer. Hopelijk gebeurt daar niks. Dus afremmen voor deze bocht. Oeh, 30-29. Blijven rijden. Ik had juist de finishvlag al gezien. In de rapte. Bij de volgende afrit moet ik eraf. Dus ik ga achter deze wagen invoegen. Voilà. Die gaat dan naar de andere rijvak toe. Wel mensen, like deze video, vergeet hier onderaan niet te abonneren, klik ook op het belletje, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe gameplay video online komt, of een nieuwe vlog, of een livestream, en ik ga hier nog eens tegen de vangrails aan, schade 7%, hè? En dat was nog een extra schade, fuck, ah nee, mijn goederen is niet geraakt, dat is goed, maar wel de trailer. Ja, ze gaan nog eens een keer hoeren roepen. Je moet gewoon boeren roepen. We moeten voor de boeren zijn en niet voor de hoeren. Dan ben ik toch. Want de boeren hebben in de laatste tijd wel heel moeilijk. Gelukkig is hier geen boerenprotest op deze Eurotruck Simulator. Dat zal al iets geven. Hier in dat spel allemaal tractoren die de baan doen versperren. De laatste 3 kilometers. Dat weet ik ook niet. Misschien wel zelfs met helpen naar buiten te rijden. Nee, dat bedoel ik maar. Waar moet ik die afleveren? Waar moet ik die afleveren? Waar? Ik kan nog niet nergens zien. Ah, daar. En ik ben continu op enter aan het drukken. Voilà.
Hoeveel XP-punten kreeg ik weer al bij? Toch een 249, dat is altijd mooi meegenomen. Voilà, sir. Mensen, vergeet deze, echt waar, deze gameplay niet te liken. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ik vind het heel jammer dat ik op 11 van de 14 ben blijven steken. Met het volgende evenement, waar Euro Truck Simulator dan gaat lanceren, probeer ik die echt 100% dan ook te voltooien. Dus ik zie jullie terug bij een gameplay video als er ook een nieuw evenement is van Euro Truck Simulator. Voor de rest wens ik iedereen die deze gameplay heeft afgekeken een leuke dag nog verder. Toch wel een mooie foto van mij, hè? Klas certificaat van 5.8. Tot later allemaal. Yo.